Wie die storm in het bewustzijn niet doorheeft. Ook totaal niet bezig is met de Schumann-resonantie. Niet doorheeft wat voor gekkigheid de hele tijd al bezig is. En niet snapt dat je nu echt... Nu kan je zoveel dingen uit je onderbewustzijn naar boven toe halen. En mensen die daar niet mee bezig zijn, die kan je allemaal gekke dingen laten doen. Nu 2:15. Gisteren was natuurlijk echt gek, hè. Ik ging op bed liggen, niet slapen. Ik ben echt misschien maar 10 minuten, een kwartiertje of zo. Heb ik dan geslapen. Ben ik echt 2 uur weg geweest. Met al die gekkigheid wat ik dan voor me moet zien. Mensen hebben niks door. Hangen nog steeds in die illusies. En gaan nu ook echt misschien wel een half jaar moeten wachten of zo. Voordat ze dingen weer door gaan hebben. Wanneer het RIVM zich als narcisten gaat gedragen. En dan ook er dingen zijn die jij moet voelen van het gedrag van een narcist. Maar wanneer jij de intenties, de gevoelens die hun geven mee kan nemen. En zelfs ziet dat gevoelens en meegeven. Oh, dat hoort dus bij je masker. Dat hoort bij je karakter, je persoonlijkheid. Dat het echt gewoon lachwekkend aan het worden is. Hoor. Alleen... Ook echt steeds moeilijker om aan de andere mensen dingen te kunnen uitleggen. Zeker aan degene die ook op mijn eerste kamerplaatje staan. Denken dat Ian een klootzak is. Allemaal vriendjes om zich heen hebben heen gebouwd. Die ze alleen maar kennen van het internet. En sommige van jullie, die zullen er wel geweest zijn om hun vriendjes te zoeken. Omdat ze die niet hebben in het echt. Maar je kan toch onderscheid maken tussen wat echt is en wat niet echt is? Ik ben al lang al blij dat de mensen tussen zitten. Met de detachment, die gewoon de hele elf. Sommige mensen vind ik het jammer hoor, dat ze niet echt spiritueel zijn. Niet in de 12 hangen. Dus alle verhalen die ze verzinnen aan onzin zijn. Sommige mensen die hebben me echt laten zien hoe de vork in de steel zit. Weet je? Van dat droombeeld wat ze graag willen vullen. Wat ze denken dat ze gecreëerd hebben. Niet snappen, mijn body, zo. Dus dat voor mij dingen in die fantasiewereld daar al niet waar zijn. Voor jou misschien een bewijs is omdat je het een paar keer herhaalt. Maar voor mij belachelijker wordt hoe vaker het herhaald wordt. Snap ik dat mensen die niet echt zijn, toneeltjes hebben gespeeld, iets hebben opgebouwd. Ik bedoel, ga maar gewoon lekker knuffelen hoor met Hans van ons weer. Ga maar gewoon weer Bastiaan bij het podium langs laten komen. Ga maar gewoon leuk met Inge doen. Daar heb je allemaal geen Miranda voor nodig als het toch hetzelfde is. Sommige mensen zijn zo basic, zo basis, zo goedkoop. En dan kan je wel jezelf een duurder gaan gedragen. Duurdere kleding aandoen, duurdere woorden gebruiken. Maar whatever. En daarom is het ook iemand met een persoonlijkheid en een karakter... Zwaar laag in de bijstand, beyond, helemaal weekgeld krijgen. Alles verpesten, kinderen alleen maar in het weekend mogen zien. Opstapeling, opstapeling, allemaal muziek maken, noem maar op. Een image naar buiten toe gooien. En dan in één keer gaat de woordenschatje ophangen. Gaat er meer dingen opvallen. Snap je ook helemaal in één keer... Wat die cola fles elke keer in beeld moet. En ook al is het fake af, is alles een fucking mind game. En mensen willen daar niet doorheen prikken. But simply, will be their downfall. And it will be your downfall. Daar mensen voorbij die 5 zintuigen gaan komen, hun 6e zintuig gaan activeren. Dan ga je snappen wat licht is, licht in je is. Dan gaan al die lichtwerkers snappen wat ik bedoel met het licht in je houden. Niet als een of andere bouwlamp boven je bek hangen. Kijk mij hero zijn. Nee, wanneer dat lamp, die sixth sense van jou, wanneer die aangaat, ga je alles snappen wat ik zeg en hoeft het niet meer Jip en Janneke. Maar dan ben je ook klaar met bang en boos doen, omdat je snapt dat jij niet bang en boos bent, maar dat alleen maar ontvang. Dus ze willen dus dat je bang en boos bent. En dit kan ik al in al mijn video's zeggen. Wie gewoon mijn eerste video snapt van in augustus. En we gaan bijna naar augustus toe. Dus dan zijn we een jaar verder. Kan iedereen die daar ook dat eindelijk bereikt heeft snappen dat ik daar een jaar geleden al was.
Dus dat ik nu dingen snap die jullie nu niet begrijpen, maar dat je wel kan uitleggen. Voorkennis heet dat. Mijn wil is wet en het kan niet van jou ook zijn. Dan ga je met je gedachten vorm geven aan dit alles hier. Zelfs als ze denken dat ze geen aandacht op jou kunnen zetten, zijn er gelukkig bij mij mensen die opvallen. Wow, je, als niemand naar jou kijkt, waarom dan zoveel aandacht? Hoe kan het dat jij vorm geeft? Ik zeg gewoon dat ik een baas ben en ze weten het. Dan kunnen ze weer lachen en stoer doen. Maar dat heet een superego. En zodra je dingen vanuit je hart blijft doen, uit blijft geven wat tot je komt, je niet laat misleiden door al die gekkigheid, zijn het de ego's die ego zien en de zielen die zielen gaan herkennen. En is dat het enige waar ik op hoef te wachten? Het is gewoon simpel hoor. Het is een placebootje op jezelf uitvoeren. Om daarna erin te gaan geloven. Om daarna door te hebben. Hé, door dit alles, door mijn gedachten, door het geloof in mezelf. Het geloven in mijn gedachten. Zie ik allemaal dingen om me heen die beginnen echt vorm te krijgen. Ik zie echt dingen. Mensen zijn zich aan het gedragen naar hoe ik het wil. Een heleboel die kunnen acteerwerk spelen omdat ze voor een bedrijf aan het werk zijn. Denken dat het allemaal via script gaat. Als ik over 3 seconden weet welk woord ik ga zeggen. En niet helemaal, laat ik niet te doop gaan doen. Maar het is gewoon bij het, als alles script is. Is het een Nelson Mandela effect wanneer jij denkt dat wat komt en dat ook komt. En die verandering niet door heb gehad. Dan hang je in dat hier, oh, dan kan je niet komen. Maar is het ook echt? Die spelletjes die gespeeld worden door de overheid. En anders door 4D-wezens. Die nooit dat 5D kunnen bereiken. Wat ook speelt. Mensen mogen dat 5D-bewustzijn niet bereiken. Als die storm klaar is. Is die storm klaar. En dan zijn we 5D-bewustzijn. Echt, mensen moeten aan hun derde oog, een pijnnupelklier, de 6e zintuig, moeten ze echt meer werk gaan geven. En dat is ook gewoon waarom je niet in mijn dromen kan komen. Waarom je niet hier al deze externe, de fysieke wereld, me gek kan maken met een QAnon of met een Mita die je erbij al. Die geen idee hebben. Of echt bijhoren, of geen idee hebben wat ze doen. Maar ja, dan ga je daarna wel weer terugnemen dat alle namen bla 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 bla. Iedereen die leuk met elkaar doet. Die met iemand omgaat, die gemeen doet naar iets. Die al aangekaart is als controlled opposition. Er zijn veel meer lijmers als de 2 namen die ik al genoemd heb. Veel meer. De manier waarop jij de boel aan het observeren bent. De manier hoe jij aan het kijken bent. Dat bepaalt uiteindelijk ook je uitslag. Je moet je eens door mijn playlist. Watch this. Dan zal je zien dat mensen dingen echt half jaar achterlopen. Op een bepaald schema lopen. Dus dan ga je beter hier rust. Maar ja, jullie halen niet in. Dus loop je gewoon alweer een half jaar achter. En is het gewoon appeltje eitje aan het worden. Kijk terecht op hè. Dat de kantering van de maan. Die gaat gewoon door hoor. Straks is hij echt op die 22,5. Ik ben nou een beetje dat ik denk, hij moet nog een tikkie. Wat als hij daar is? Hoe gaat de hemel eruit zien? En dat wat om ons heen beweegt, lijkt echt een glitch in te zitten. En zal daarom de tijd sneller gaan? Missen we daarom af en toe die 6 minuten? Of gaat bij jou alles digitaal, dus hoef je niks handmatig meer in te stellen? En heb je het daarom dus ook gewoon niet door. En ik begin echt door te krijgen. Tenminste, wat ik dan gisteren vond. En dan nu weer ermee wakker worden. Dat dromen wat mensen hier al doen. Maar gewoon nu met hun ogen open doen. Niet contact met jou kunnen hebben. Want dan zijn ze helemaal in die wolk aan het kijken van ze. Helemaal bla 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 bla. Dat is echt wat ze aan het doen zijn. Dat wat in jou zit, eigenlijk hier al zit, dat zijn ze hier echt aan het heen brengen. En dan moet je nog je gevoelens aan stoppen ook. Het is echt een...
Je kan met je geest een avatar creëren en dan met je avatar bij je ziel terechtkomen. Maar die avatar, als die te sterk wordt omdat je gierige ego eraan hangt, kan je niet bij je ziel komen. Dus snap ik nog niet precies of dat de bedoeling is of dat ze echt de mensen naar een hoger level aan het brengen zijn. Je ademt in wat God is of wat het is, ben je aan het inademen. Mensen die dat tegenwerken, ja, zal het zwaarder zijn en mensen die erop kunnen resoneren. Zo zal het voor de ene echt, zal er kapot aan gaan, misschien wel dood. En andere mensen, maar ja, hoeveel kwaad heb jij in je? En jouw gevoelens, die zijn het allemaal aan het sturen. Dus je bent in je eigen vage vuur ben je bezig. Dus wat ben je allemaal aan het sturen met je emoties? Ben je een gangster, scheid aan alles en iedereen? Gaat dat je afgepakt worden? Ben jij druk bezig met geld? Geld is jouw nummer 1. Gaat geld je moeilijk gemaakt worden? Jouw emoties gaan alles in de weg zitten. Jouw emoties gaan alles versterken. Dus als jouw emoties niks te maken hebben met hoe jij denkt, hoe je voelt en wie je echt bent, dan zal je door dat al je ego, die zal je in de weg blijven zitten en de sturing aan blijven geven. En dan zou je een hele negatieve ervaring hebben met dit alles. Maar als jij wel bij hart kan zijn, bij God, bij de Godsoors, wel bij je normen en waarden kan blijven, je gewoon niet gek te maken bent, omdat je een goed mens bent, dan ga je alleen maar een beter mens worden. Daarom is het gewoon belangrijk om mensen te inspireren, zorgen dat ze hun frequentie hoog houden en dat ze niet bezig zijn met bang en boos, dat dat niet hun frequentie is, die ze aan het vibreren zijn en daardoor allemaal andere mensen die frequenties oppikken en weg bij je blijven. De anderhalve meter die begint zoveel, het hartchakra is zo groot aan het worden. En zodra mensen wel gaan snappen, als je hele kroonchakra leeg hebt, dat je dan dit en dat je hem hier houdt en dat je hem over je hoofd heen trekt. En dan ga je echt snappen wat de communicatie is met het engeltje en het duiveltje wat je bij je draagt. Engeltje, duiveltje. En het duivel eigenlijk alleen maar de gevoelens zijn die jouw gedachten in de weg zitten. Het engeltje, die jouw gedachten over zo sterk zijn dat je je gevoelens aan het neglecten bent. Het neglecten zorgt ervoor dat je duivel steeds sterker aan het worden is. Dus die balans niet kunnen vinden wat mensen lekker en niet doen, dat zorgt ervoor dat de een overhand gaat krijgen. En wanneer je te veel in je engeltje hangt, dan hang je in je gierige ego. Ben je alleen maar met, of dan ben je misschien wel te veel met anderen bezig, maar vanaf een gierig ego. Als je plus en min beter gaat begrijpen, in plaats van een engeltje of een duiveltje, en je gaat snappen dat een min heel veel, net zoveel waarde hebt als dat die plus is. Dat je elektro en magnetisch, maar wanneer jij elektromagnetisch geladen bent, die energie wat in jou zit, je hebt energie in je wat niet van jou is. Dat zijn gevoelens en gedachten die op jou gestuurd zijn. Maar je hebt ook energie in jou wat je niet aan het gebruiken bent. Omdat je je ziel niet aan het waarnemen bent. Maar wanneer jij jouw ziel gaat waarnemen, de ziel weer in, dan ga je vanzelf contact krijgen met de ziel weer uit. En om die ziel die in jou zit, dat ben jij, dat is de geest die je bent. Die ziel die daar buiten jou zit. En nou zijn ze daar in het midden. Al heel lang met de internet en met de tv, met de computer, met de telefoons waar je mee bezig bent. Het 4D bewustzijn, dat denk, droombeeld, hier al, dat ben je op je telefoon aan het doen. Maar dat kan je op je telefoon doen zonder dit hier te gebruiken. En zodra mensen dat gaan snappen, dat je dit niet jij bent, dit is niet, jij, nee, jij zit gewoon op je telefoon hier te typen. Jij hebt daar gedachten en gevoelens bij. Maar dat hele droombeeld wat je hier aan het doen bent op je telefoon, dat is allemaal fake af en mensen hebben er geen besef van. Totdat je het gaat gebruiken. Net als dat je de emoties gaat gebruiken.
Zodra mensen hun zesde zintuig gaan openen en eindelijk voorbij dingen komen, dat het niet door Jip en Janek, want dit snappen we niet. Nee, je gaat het uiteindelijk, ga je het snappen. Je gaat niet wakker worden door mij. Je bent wakker en dan wil je meer weten. Poppenkast is mooi wanneer het RIVM wil dat je niet denkt, niet mag weten wie ze zijn. Dat er allemaal toneelspelletjes gespeeld worden. Dat ze leveltjes op gaan gooien. Veranderingen erin brengen. En dat die veranderingen weer allemaal aansluiten op wat al speelt. Dus echt gewoon weer belachelijk is. En gewoon het niveau is echt zelfs daar aan het dalen. En zelfs daar aan het dalen. Ze mogen spelletjes blijven spelen. Ik zal ook spelletjes blijven spelen. En zodra het nodig is, dan is het gewoon afgelopen. Lever ik mijn USB-stickje in bij het politiebureau. Mogen ze de onderzoekers gaan doen voor wat ze denken wat is. En daar is die misleiding niet, hè. Dus daar kunnen gewoon alle poppenkastspelletjes. Hoef ik niet zelf te gaan knippen en plakken. Maar whatever met politie, whatever met jullie, whatever met het hele RIVM, whatever met de hele poppenkast waar jullie mee denken te komen. Uiteindelijk heb ik niemand nodig, dus ook de politie niet, ook die aangiftes niet. Is het gewoon alles wat naar mij toe komt, zal ik mee resoneren. Alles waar ik mee wakker mee word, komt gewoon op video's. En alles wat mijn zintuigen waarnemen, praat ik over. Is het gewoon de poppenkast die ik hemmen wat? Is het gewoon heel simpel aan het worden wanneer het allemaal zo basic, zo fake af is? Is het een onderdeel van de Matrix? En heb ik ook geen zin om me daarin te zuigen. Maar is het wel, het komt vanzelf op een einde. En als dit hier op een einde komt en het gaat allemaal niet wat ik dan voor me had en die deur die blijft gesloten. Zal ik in ieder geval blijven groeien in dat bewustzijn. En als ik het te veel met lastig gevallen moet worden, dan wil ik wel stappen nemen. Maar tot die tijd is het gewoon belachelijk. En speel je toneelspelletjes maar, want het gaat er alleen maar om dat andere mensen dat ook gaan zien. Dat je het toneel aan het spelen bent. Dit alles zal door blijven gaan totdat ik beslis dat ik er klaar mee ben. En niet meer mee bezig ga, dan is het klaar. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling. En aangezien Ian niet bezig is, maar de energie is aanwezig, moet hij er maar hopen dat de energie er een keer mee stoppen en denken, nu heb Ian zijn missie gedaan. En tot die tijd zal ik gewoon alles blijven geven. Ja, en dan proberen ze me boos te maken, bang te maken. Moet ik bezig zijn met al die frequenties en van alles voelen? En is dat gewoon basic aan het worden? Voel ik intenties eraan? Is het echt gewoon steeds makkelijker? Het is voorbij makkelijk aan het worden. Daarom noem ik het af. En het in de schaduws werken, het naar achteren werken. En gewoon door de overheid getarget worden. Het hele team wat daarom meedraait. Al die mensen die ik zie, die nog steeds mijn pagina of mijn YouTube moeten volgen. Maar niet bezig zijn met een like erop geven. Niet bezig zijn met dat een view of dat de weergave groeit ofzo. Dus is het echt allemaal poppenkast, Big Brother. En is zelfs dat prima, want je kijkt mee toch? Dus je weet wat speelt toch? Dus. Alles wat speelt weten ze al lang al dat ik 144.000 ben. En weten ze dat vanaf het begin. Dat is precies waardoor alles is gegaan hoe het is gegaan. Alleen was het de bedoeling dat Ian al lang al gedimd was. Al lang al op zou houden. Allang al dacht van ja, doei, daar ben ik klaar mee. Allang al helemaal doorgedraaid, boos in de auto was gestapt om weet ik veel wat te gaan doen. Alleen maar de bloed onder je nagels vandaan halen. Het kwaad bij je erin stoppen, omdat ze niet willen dat jij dat licht in je draagt goed bent. En dat licht kan overdragen aan andere mensen. Het echt niet de bedoeling is dat mensen mijn video's gaan kijken. Tot besef gaan komen van dingen. Voorbij de bang en boos en alle maskers beginnen te zien. Dan onder de maskers door gaan kijken en het hele grotere spel gaan snappen. Dus gooien ze alles op tot aan fidaire kaarten. Tot aan doen alsof ik fidaire ben. En beyond. En als mensen snappen dat die hele team effort hunzelf gesloopt heb. Mensen zoals Joey Zomer helemaal niks meer waard zijn nu. Net als een Jacob. Allemaal mensen die neutraal waren. Maar nu hebben laten zien hoe en waar ze staan, wat hun mindset is,
wat ze in hun hart dragen en wat hun echte missie hiero is. Heel duidelijk. En dat allemaal, jullie moeten echt gaan beseffen dat Chris mij dit allemaal aan jullie laat zien. Net als dat hij liet zien dat Helen helemaal fake af was. En ik heb Helen gewaarschuwd, hè. En ik heb erom gelachen achteraf dat ik Helen gewaarschuwd heb. Maar nu zijn we verder achteraf. En noemt Chris het een geldwolf. Ze hebben geen idee waar ik allemaal doorheen ben geweest. Waar ik allemaal doorheen ben gegaan. En hoe ik met alles bij mijn ziel heb kunnen blijven. Mensen snappen niks. Dat God houdt van mij. En God heeft mij uitgekozen. En met alle dingen die spelen. En ik snap, je kan die witte arena niet snappen. Wat voor mij ook steeds één groot spaceship. Is het heaven terug op aarde? Gisteren voor ik weer de bed in dook. Met de soevereine, toch die arena. Omgekeerde arena bijna. Maar het zegt gewoon, boodschap van God mag niet. En ik zie overal duivels. En dat mag allemaal wel gedeeld worden. Die teams die ook alles delen, mijn video's niet kunnen liken. Alleen kunnen delen. Ja, er is één iemand die het deelt, maar die deelt ook bewust bepaalde video's dan weer niet. Moet hij eerst wachten tot hij groen licht krijgt. Ondertussen alle onzinfoto's, zelfs van Mita. Dat ik denk, is dat Mita de tweede accountje of zo? Heel erg hier al voor, hè, dat denkbeeld bij iedereen te veranderen, ook bij mij. Maar ze snappen niet dat het beeld wat ik hier al heb, wat ik uitzend met mijn derde oog aan de binnenkant hier al, dat zoveel sterker is. En dat dat echt is. Niet het fantasiewereldje hier al, nee. Dat waarin mij zit, dat is echt. En zodra je energie gaat snappen, kan je je laten sturen. Ja, iedereen heeft een derde oog open, weet wat het zesde zintuig is, toch? Alles over de top brengen, al die gekkigheid wat bezig is, zodat jij dat niet gaat doen, zodat jij schrikt van wow, dat is precies daarvoor. Je moet ook niet over de top gaan, maar ze gooien overal een remming op. Ze zijn met bepaalde dingen bezig, dat jij daar niet mee bezig gaat ofzo, terwijl je er wel mee bezig moet zijn. Zodra je besef gaat krijgen wat jij met jouw gedachten zomaar kan creëren, begrijp dat ze bij jou je gedachten proberen vorm te geven. Zodra jij naar boven kan staan of die dingen niet binnenlaat en een energieveld om je heen creëert. Dan gaan ze gewoon niet doorheen kunnen komen. Zodra je snapt dat als ze ergens niet doorheen kunnen komen, dat ze gek worden. En dan gaan ze een heleboel gekke en rare dingen doen. Zodra je echt gaat snappen wat die oude en de nieuwe Matrix zijn. Die echt de gedachten van aarde. Waar wij allemaal onze gedachten aan toevoegen. En hoeveel mensen zijn er die gedachten toevoegen aan dat. Zodra je daar kan aantappen en de gedachten die daar al komen ook gewoon vorm kan geven. Een storm is het daar. Dus je moet proberen erboven te komen. En dan kijk je neer op het alles. Dan ga je zien dat er echt mensen zijn die niet verder kunnen komen als 4D. Maar het lijkt ook wel alsof hun gewoon 4D zijn ofzo. Daarom zullen mensen echt groter moeten denken. Net als dat de witte bloedcellen de dingen opnemen. De intelligentie of zo. En dat omzetten naar rode bloedcellen, waardoor het in je lichaam opgenomen wordt. Zo is de aarde zelf ook met het bewustzijn wat we aan toevoegen. Is het ook de witte bloedcellen die de informatie nemen. De rode bloedcellen. Het zoute water. Wat het uiteindelijk weer het over de hele aarde weer heen. Zodra je gaat zien wat in jou zit, om jou heen gebeurt, dat ook om de aarde heen gebeurt, dat jij daar een onderdeel van bent. Zodra je daarvan los kan koppelen en naar boven kan koppelen, loskomt van die oude Matrix, je niet laat meezuigen in die nieuwe Matrix, dan ga je snappen wat de hemel is en paradijs op aarde. De manier hoe je denkt is gewoon echt hoe je de dingen gaat waarnemen ook. Hoe je de dingen observeert is wat je ziet ook. En zo zullen er een heleboel mensen zich wel laten programmeren de nieuwe Matrix in. Project New Earth, Studio New Earth. Nou, zo zijn ze overal wel bezig met jou erin te krijgen. Is het vooral de bedoeling dat dat denken, dat denkbeeld wat jij had,
wanneer je weer hier al bezig bent met je ogen open in je fantasiewereldje. Dan zijn ze nu allemaal gevoelens aan het bijstoppen. Zodat, dus de nieuwe wereld was vooral het denken. Ja, nu gaat die nieuwe wereld, die Matrix, daar komt het voelen aan toegevoegd. Je moet je echt niet laten meezuigen in die nieuwe Matrix. Je moet echt dan baas zijn en dan kan je af en toe die deur open doen. Stap je de nieuwe Matrix binnen, ben je weer even daar. En als je klaar bent, ga je gewoon weg. Doe je die deur weer weg. Zet je die roze bril, die zet je weer af. En ga je gewoon in het hier, in het nu zijn. Mensen, het gaat steeds gekker worden. Echt, die nieuwe Matrix in gaat er gewoon op neerkomen dat je je vrije wil weggeeft. Nu die oude Matrix zie ik iedereen al denken, voelen. Dat is het allemaal omdat hun iets denken en iets voelen waar ze dan op handelen. Geen idee van frequenties en vibraties. Die nieuwe wereld is het niet je witte en je rode bloedcellen vanaf binnen die vormgeven aan de manier hoe jij dingen aan het observeren bent. Dat wat buiten jou zit, dat gaat jou observeren. Dat gaat jou... Jij gaat dat niet observeren, dat gaat jou vormgeven. Niet van binnenuit naar buiten, nee. Nu ga je vanaf buiten naar buiten. En ze hebben geen idee wat eraan komt. Kunnen zich maar beter voorbereiden en de emoties de baas worden. Het is echt... Ja, mensen kijken met hun derde oog. Nee, je projecteert met je derde oog. Zodra je zesde zintuig gaat snappen, ga boeken lezen over zesde zintuig als je verder wil komen. Gebruik dan je zesde zintuig een paar keer, dan weet je wat je ermee kan. Ja, zo gelooft de een wat, weet de ander iets. Maar is het echt, wat wordt er bij jou geprogrammeerd, zodat jij zeker iets gelooft of weet? En is het dan een weten of is het een geloven? Sommige mensen laten zich maar programmeren. Alleen maar omdat ze zelf niet hun linker en hun rechter helft. Dat ze die niet aan het zinken zijn en één maken. Dat je niet je creativiteit en dat wat je naar binnen toe zuigt. Het is allemaal energie, wanneer je met die energie je creatief kan gaan doen. Zolang mensen alleen maar bezig zijn met de verlangens die ze, het lichaam, het fysieke, het ego, als ze daar maar mee bezig zijn, niet met de verlangens vanaf hun ziel, dan zitten de mensen ook gewoon gevangen hier op dat aarde. En dan is het die matrix, het bewustzijn van al, waar jij ook in zit, is dat gewoon een trap en ga je er niet uitkomen. Terwijl mensen kunnen er echt uitkomen, kunnen er echt boven komen. En als je de 12 chakras gaat lezen, dan die gateway experience, wat onderzoeken van het leger van 1983. Als je dan de Katara vels erbij gaat pakken en meer van die Mr. Mosen dingen gaat snappen over de dimensies, het spiegelen, de spiegelwereld tussen de achtste dimensie, waar de 4D-wezens echt gebruik van maken. Het zijn je gedachten die alles vormgeven. En zodra je gaat zien wie met brainfuck bezig is, jouw gehandicapt aan het maken is, bewustzijn verlagend. Er waren mensen al lang al met bepaalde poppenkast, hadden ze al lang al op de brandstapel gegooid. Uiteindelijk zijn we echt alleen maar energie. Pure energie. Maar door alles wat we ons eigen gemaakt hebben, alles wat we onze gierige verlangens willen hebben, alles waar we mee bezig zijn, dat trekt dingen gewoon naar ons toe. Dat heeft ons echt zo fysiek gemaakt. En we zijn gewoon niet alleen fysiek, hè. We zijn echt een 4-lichamensysteem. Maar het zijn de emoties, het emotielichaam, wat echt op de verkeerde plek zit. Mensen die niet met hun geest bij de emoties zijn, maar echt gewoon met het denken in de emoties hangen. Zo is het echt, dat wat wij inademen, dat is gewoon zo erg geladen nu. Dat iedereen bewuster aan het worden is. Dat iedereen natuurlijk een beperking heeft door zijn eigen EQ. Of EQ. Dat mensen ook echt een beperking hebben door het kwaad wat in hun zit. Of de groei die ze hebben door het licht wat ze in hun dragen.
dit is echt op goddelijk niveau wat nu bezig is. Iedereen die is nu door een beoordeling heen. En iedereen die zich niet laat afleiden door Satan, de duivel, het hele RIVM en alles. Die gaan echt door een ascensie heen. En die van mij is al niet te stoppen. Mensen hoeven alleen maar mee te kijken, mee te luisteren, tot bepaalde beseffen komen, heb ik het idee. En misschien moet ik dit wel helemaal niet op internet doen. Maar blijf ik het wel doen, want anders is het alleen de 144.000 die de nieuwe Matrix ingezogen worden. En misschien kunnen wij wel beslissen. Neem ik gewoon iedereen mee. Nou, mensen mogen alles misbruiken, gebruiken, doe wat je wil met mijn video's. Whatever. Echt whatever. Je laat zelf gewoon zien wat er door jouw hart heen gaat. En of jij een van de vijf pure mensen bent, of dat je slechts een of andere hybrid bent die energieën mist. En je weet dat. Ja, mensen de andere energieën die wij zo horen gaan waarnemen. Heb ik echt het idee dat mensen de Macarba gaan aanzetten. En dan is het next level. Dan gaan al die mensen die ongelovig zijn, al die mensen die zo negatief zijn, die gaan echt allemaal een chipje in hun hoofd willen om de dingen te kunnen bijbenen. Ze moeten de dingen ook, als ze niet kunnen bijbenen, ze gaan ook echt. Het is niet uit te leggen. Dat is net als met Darwin, die gap die we niet weten. Zo'n gap is nu weer aan het ontstaan. Ik hoop maar dat het voor de hele mensheid telt. En niet dat we zo meteen. Niet alleen dat de pure mens verder evolueert en dat de rest achterblijft. Moet geen heksenjacht gaan worden straks. Zodra mensen wel echt gaan zien wie ze echt zijn. En dat los kunnen halen van dat alles wat fake is, wat je niet echt bent. Dan gaan we echt stappen maken. Het is echt alsof ik. Dat wat met mij gebeurt is in mijn kinderjaren met mijn botontsteking. En de dingen wat gebeurde in mijn tienerjaren met mijn leraar, mijn beschermengel, die elke keer bij me was. Is het elke keer al dat ik zoiets heb van een schizofreen die praat met zichzelf. En op een gegeven moment is alleen nog maar zichzelf daar. Tenzij je allemaal vol met drugs en alles gaat. En dan ben je jezelf. Dan die energie wat jij bent, wat in jou zit. Als je die gaat versterken en gaat zijn, dan valt de rest allemaal weg. En ja, dan ga je echt gevoeliger van worden. En dan is het heel moeilijk in deze samenleving rondkomen. En je daar doorheen bewegen. Dus moet je echt heel veel schilden moet je opbouwen. En voor je het weet ben je schilder aan het afbrokkelen. En mag je allemaal testen doen in een of andere witte arena waar je goedgekeurd voor wordt. Nu dit allemaal mag doen. Je mag kiezen, hè? Wil je alles of niks? Ik wou niks. Ik krijg alles. En alles wat ik nu aan het delen ben, krijg ik weer niks voor terug. Dus is het uiteindelijk precies wat ik wou. Is het de bedoeling, hè? Dat ik allemaal niemand wil worden. Maar dat mensen iemand willen zijn. Dat ik dan denk. Ik haat diegene die je wil zijn. Je kan uniek zijn. En mensen kunnen nu uniek zijn. En de energieën, dat wat ze echt zijn, wat in hun zit. Als ze dat eruit kunnen laten, dan gaan zoveel mensen baas zijn. En als er meerdere mensen baas gaan zijn en die gaan connecten met elkaar. Dan gaan de energieën, die gaan dingen doen. Net als in Atlantis tijd. Drie mensen die hun handen vasthouden. Één iemand in het midden, die kan gewoon helen. Het is niet de bedoeling dat we elkaar vinden. Het is niet de bedoeling dat groeit wat ik naar buiten toe breng. En al die mensen die doen alsof ze hartjes, spiritueel en noem maar op. Die lijken dit niet, die delen dit niet. Die zien het allemaal als ego. En ja, wat ben je dan? Ben je dan echt een lichtwerker? Ben je dan echt een starseed? Ben je dan echt een chosen one, een Pleiadian? Verzin het maar. Omdat je zielen niet ziet, is het echt. Als dit allemaal de fake jaren zijn, dan is dit oefenen en dan moet het nog beginnen en dan gaat het allemaal duidelijk worden.
Maar ik ben wel ook duidelijk aan het onthouden. Ik vergeef. Maar ik vergeet niet. En daar zullen mensen rekening mee moeten houden voor wat er in de toekomst aankomt. Als ik jou iets in de toekomst moet geven, ga ik niet gierig zijn, geen haat en wrok hebben. Maar ga krijgen het en mag je voor de rest doorlopen en keel houden. Zolang iedereen maar fysiek blijft doen, hier in de externe wereld, van alles een mening en weet ik het allemaal hebben, met z'n allen zwarte pieten. Met z'n allen boos zijn, omdat ze stiekem al die bangigheid in zichzelf hebben. Zodra we boven dat fysieke gaan uitstijgen, is echt next level. Nou, mensen zijn ongelovig en geloven van alles, kunnen daardoor niet placebo's op zichzelf uitvoeren. Waarvan ze gaan zelf wel gaan voelen dat het allemaal echt is. Voor mij is dit weer echt een boost geweest. Is dit echt, ja, zoals ik al zei, die bromtoon, het geluid, dat klinkt echt 2, 3 meter verder. Ben ik wel veel harder aan het trillen, omdat ja, ik wil het toch weer naar me toe trekken of zo dan. Is het echt die energie wat in mij zit? Wanneer ik mijn ogen dicht doe, is het gewoon weer alsof er een lamp vol op de zon, vol op mijn gezicht zit. Is het weer een illusie, een laagje waar ik weer doorheen ben gekomen en verder aan het komen ben? En wat ga ik zo meteen echt als een gloeilamp gloeien? Daarom echt, je moet echt dat hier al vasthouden. En alle boosheid die komt, kan je warmte van maken door naar je hart te brengen. Dat kan chemisch oplossen. Waardoor je het biologisch opneemt en gewoon nog meer, nog meer. In dat fysieke zit een licht. Dat kan je naar buiten toe brengen. Jij bent dat licht, dat kan je naar buiten toe brengen. Alsof je een ballonnetje vasthoudt, dat ballonnetje, dat is de baas van alles wat het aan het vasthouden is. Echt, zodra je net als in die spelletjes niet vanuit jouw ogen, vanaf de poppetje ogen door de wereld heen loopt, zo'n schietspel, maar dat je vanaf boven aan het kijken bent en je poppetjes ziet lopen. Het is echt, dat wat er aankomt, gaat niemand stoppen. Niemand gaat kunnen stoppen. Mensen kunnen hier lastig vallen. Zelfs dat, whatever. Het onbewustzijn is aan het groeien bij mensen. Het voelen en het denken is één aan het worden. En hun die wel de vaccinatie nemen of alleen maar bang en boos blijven doen. Niet de frequentie omhoog kunnen brengen. Gaan allemaal de boot missen. En dat is precies wat ze willen. Dat iedereen ascensie mist. Want hun zijn maar die 4D-wezens. En stel je voor dat de mens op een 5D-bewustzijn komt. Dus verder is als hun. Daarom zullen ze blijven liegen. Waarheden verdraaien. Zullen ze anderen in een slecht daglicht zetten. Zichzelf omhoog brengen. Is alles wat om hen heen zit. Waar ze zichzelf mee beter maken. Is of heel erg in die matrix, dus die wordt gebruikt. Of die hoort bij het hele systeem en die poest de dingen. En dan echt mag niet groeien. Echt wordt tegengehouden en al die neppers, dat blijft elkaar maar delen. Al die echte mensen die tussen het nep zitten. En hun karakter en persoonlijkheid helemaal geweldig vinden. Het aanmoedigen. Het ook gewoon leuk vinden wanneer ze zich als pestkoppen gedragen. Ja, dat is uiteindelijk wel het Nederlandse volk. En is het voor mij wel wie daarmee bezig wil, wie dat leuk vindt, wie geen zielen wil zien, heb ik ook echt niet nodig. En dat die mensen zometeen allemaal de boot gaan missen, omdat ze niet het pure in hun konden zijn. Als het pure in jou straks eruit wil en met alle energieën meeneemt, is het maar net, hoe gaat het met de energieën die bij jou zitten? Gaat dat jouw journey, de verandering, transformatie, gaat dat het beïnvloeden? En dat gaat het. Dus hoe donker. Mensen moeten echt al het kwaad uit hunzelf gooien. Maar ik heb gezien nu. Het echt gaat echt ontmoeten. Echt gaat samenwerken. En niet eens samenwerken om tegen te werken. Tegen het kwaad te werken. Nee, ze gaan samenwerken. En daarmee gaat het kwaad nog meer aan het licht komen. Echt zo deur als je gewoon bij de energieën kan zijn. Kan doorhebben dat als jij met je ziel bent, dat je bij God kan zijn, dat God bij jou kan zijn. Wanneer je snapt dat God alles is. En als je dat gaat afbrokkelen, dat het naar de 4 elementen, water, vuur, wind. Dat vergeet ik.
Als je dat gaat afbrokkelen, dan wordt het licht. Zodra je gaat snappen dat licht het bewustzijn draagt. Dat jij bewustzijn hebt, dus dat jij het licht bent. Het is echt... Alles gaat duidelijk worden voor mensen. Voor mij mag het steeds meer duidelijk worden. Echt magie en al die mensen die het maar als tovenarij willen zien, die gaan echt iets missen zometeen. Zometeen het begin en daarna gaan ze gewoon echt die chip in hun hoofd willen om het allemaal maar mee te kunnen doen. Bij mij gebeurt alles, gaat alles op schema en wat nodig is, dat komt wanneer het nodig is. En heb ik echt het gevoel dat iets eraan komt. En is dat nu niet die terror, er komt iets aan. Nee, de rechter, er komt iets aan en daar... Ja, ook door gisteren hoor, en dat ding van Wikipedia. En ik heb al eerder gezegd, mensen gaan op hun knieën op een gegeven moment voorbij. En niet omdat ze me gaan pijpen. Ze gaan op hun knieën niet eens omdat ze bang of haten. Nee, echt omdat ze een besef gaan krijgen, een schuld gaan krijgen. We gaan beseffen wat ze allemaal hebben gedaan en tegengewerkt hebben. Dat ze daar niks aan konden doen omdat de Matrix aan het sturen was. Al die mensen die niet wouden luisteren, stoer deden, mij wegdrukten. Waardoor ze zichzelf alleen maar tekort doen en wegdrukken en het alleen maar langer voor ze duurt. Sommige mensen die echt gewoon gesprekken konden hebben, wel tot besef komen. Maar dat bij de dokter gaan doen. Dat is gewoon hoe mensen... Wie gelooft jou wel, wie neemt je wel serieus? En al die mensen die dat niet deden, die gaan echt een besef krijgen. En dan snappen hoe ik met mijn hart was om jou bepaalde dingen te laten voelen en denken. Want ik kan wel dingen gaan zeggen wat gaat gebeuren. Sommige mensen zijn zo in hun ego dat ze dat dan expres tegen gaan houden, waardoor het niet gebeurt. Dat is ook gewoon waarom ik nu bepaalde mensen die ik vaker zie, nu maar niet de moeite doe. Sommige mensen houden zich, iedereen is druk hè, met zichzelf, maar ik ga er niet achteraan. Want als ze dingen willen horen die ze niet willen horen en ik ze die dingen wel moet gaan vertellen, dan gaat het alleen maar in de weg lopen. Ja, zo weet ik. Iemand gaat zijn huis verkopen en weer bij zijn ex wonen. En als je nu aan het kijken bent, kan je dat die dingen expres niet gaan doen. Maar het gaat gebeuren. Of je gaat het jezelf alleen maar lastiger maken. Zo zijn er echt allemaal dingen. Hè? De energie die ik begrijp. Moet ik ook voorzichtig zijn met wat ik tegen mensen ga zeggen, vragen. Dus pas wanneer het daar komt... Hun het erover hebben, zal ik het erover hebben. Maar, mensen praten, maar er gaat veel meer gedachten door hun heen. Mensen hebben dromen, nachtmerries, waar ze niet over praten. Dus moet ik dan de vragen gaan stellen en uitleggen wat er gebeurt. En zo zal bij iedereen, ik heb echt het idee, het blijft maar gaan. Dat het heel makkelijk is om... iemand een gedachte of een gevoel te geven. Maar dat het ook heel makkelijk wordt om hun gedachten en gevoelens te lezen. De intenties die door hun heen gaan. Is het alleen maar erger aan het worden. En iedereen die mij een jaar geleden bij hun in het eerste streampje hoorde praten over chakras. Nu niet doorhebben wat er allemaal speelt, wat ik doe, wat er allemaal gecopycat wordt. Maar ook niet zien welke stappen ik allemaal al gemaakt heb. Nog steeds in mezelf geloofd, niks is afgepakt. En dit kan je ook echt niet afpakken. 44 minuten alweer. Ik moet er maar gaan aftappen. Het is echt aan het worden. Mensen gaan besef krijgen van dingen en mensen gaan weten dat Ian echt is. Mensen gaan doorhebben wie Ian allemaal aan het lastigvallen is. Mensen gaan een besef krijgen wat IP is. En mensen die me al jaren kennen als IP, die gaan er een baard aan krijgen wat IP is. Er zijn mensen die hebben er mee aan bijgedragen dat IP mijn naam werd. En het lachen op internet zoeken wat het allemaal inhoudde met de IP-kaarten en zo. Dat het allemaal past. Dat dingen ook voorbestemd zijn. Die naam was in de hogere rijken, was mij al gegeven. Of had ik mezelf al gegeven. Voordat het hier fysiek was. Mensen die met antwoorden nu terug het verleden in kunnen gaan.
de vragen die daar waren aan hunzelf geven. Is dan bup, hun ogen open doen, dan is het. Zodra je gaat snappen wat je met twijfels kan doen, wat je met energie je dan dus kan doen, wat je met of een vibratie of een frequentie kan doen, het is echt verschrikkelijk aan het worden. Gaan mensen hun zesde zintuig gaan begrijpen, wel gaan projecteren met een derde oog in plaats van kijken met een derde oog. Wel gewoon echt gaan snappen dat die geest, die ziel die jij in jou hebt, die wil uit jou komen. Alles waar je maar waarde aan hebt gelegd. Mensen moeten echt door detachment heen. Dingen los kunnen laten. En ze vast kunnen houden door ze los te laten of zo. Het blijft bij jou. Maar al die mensen die de negatieve haters, whatever. Die doen het waarschijnlijk nog omdat ze iets missen wat ze niet krijgen of zo. Maar al die narcisten, gaslighting, maar wat op overheidsniveau bezig is, dat doet ook al niks meer. Is het echt, ik heb echt goed geslapen. En die Schumann-resonantie, hè, wat al 3 dagen bezig is. De eerste dag had ik gisteren, ging ik het maar expres niet delen. Want ik zag wat iedereen weer allemaal aan het doen was en de storm waar ze erheen gaan. Niemand die het aan het delen is alsof erover, en er dus ook niet over praat. En er niet bewust van is. Is het echt lekker? Ben ik vanaf de 8e? Ja, mensen die iets naar mij doen, dan geef ik wel antwoord. Maar mensen die langs willen komen, is gewoon nee. Deze week heb ik echt gewoon helemaal niks laten beïnvloeden. Ben ik wel. Ben ik wel langs mijn ouders geweest 1 keertje. Had ik daarvoor gewoon eigenlijk alles al geregeld. Behalve 1 ding. Is het echt gewoon het niet beïnvloeden. Echt 4-5 uurtjes mediteren per dag. Shit's getting real. En iedereen mag haten en iedereen mag praten. Maar mensen, bewustzijn is aan het groeien en daarmee ook het geheugen. Dus alles wat je nu tegen mij gebruikt, gaan mensen zometeen allemaal zien dat je het tegen me gebruikt. En Ian die wil niemand zijn. Dus je bent Ian niet aan het kleineren. En alles wat je aan het kleineren bent, ben je mij aan het uitkleden, waardoor ik helemaal tot de bone. Prima. Mensen hebben het gestimuleerd. Mensen hebben het groter gemaakt. Terwijl ze dachten dat ze iets aan het stoppen waren. Of zijn jullie dit aan het vormen? Maar dan ben ik degene die het vormgeeft. En vind ik het nog steeds prima.